Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Op veel plaatsen scheen vandaag de zon met wat vriendelijke stapelwolken. De meeste stapelwolken zagen we in de zuidoostelijke helft van het land. En in het noorden was het over het algemeen al vrij helder. Nu gaat de wind geleidelijk wat meer naar het noordoosten draaien en dat betekent dat het heldere weer, wat we in die hoek richting Denemarken, de Duitse bocht zien, dat we dat weer in eerste instantie onze kant op krijgen. Voor vanavond zien we oplossende bewolking. Het wordt op de meeste plaatsen helder en het is een graad of 4. In de nacht daalt het kwik wat verder in het binnenland tot rond het op een enkele plek en net onder. In het algemeen is het helder, de kans op een mistbank is heel klein. En morgen is dan een zonovergrote dag. Het ziet er prachtig uit van achterglas, er staat nog wel een matige Noordoostenwind en dat betekent dat de 10 tot 12 graden op de thermometers buiten wel iets koeler aanvoelen. Nou, die temperatuur is eventjes een dag zo hoog, maar vrijdag levert het kwik alweer in. Van het noorden uit drijven dan wolkenvelden binnen, de wind draait naar het noorden tot noordwesten en die wolkenvelden verhinderen dat de temperatuur verder oploopt. Als de wolken echt hardnekkig zijn is het 7 graden, met nog een beetje zon in het zuiden kan het nog wel een graad of 10 worden. In het weekeinde ook wisselende omstandigheden. Een noordwestelijke wind betekent aanvoer vanaf de Noordzee. En betekent dus ook regelmatig wolkenvelden. Af en toe een beetje zon. En de neerslagkans is klein bij temperaturen van een graad of 7. Nou, die temperaturen lopen daarna langzaam wel weer wat op. En we zien ook dat de verschillen tussen dag en nacht weer wat groter worden. Met andere woorden, de kans dat er opklaringen zijn neemt ook toe. Onzekerheid, uiteraard, wat groter. Maar stijging van temperatuur na het weekeinde zit er echt wel in. Ik ben Marco Verhoef. Van weerplaza.nl